Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Mick en vandaag gaan we kijken naar iets super schattigs. Namelijk soldaten die thuiskomen. Dit zijn dus soldaten die bijvoorbeeld al een paar jaar op een missie zijn. En daarna opeens weer hun vrouw, hun kinderen, hun hond, noem maar op zien. En die mensen zijn dan zo blij om elkaar te zien. En ja, weet je, dit is gewoon zo leuk om te zien. Ik kan er gewoon niet omheen. Dit is gewoon, je moet gewoon even kijken. Laten we gaan kijken. Want deze mensen worden dus helemaal verrast. En dit meisje die zit dus, ja, volgens mij gewoon op school. En opeens gaat ze haar vriend zien die ze waarschijnlijk al gewoon een jaar of twee jaar niet meer heeft gezien. En ze zijn zo blij, ze omhelzen elkaar. Kijk hoe cute, kijk hoe schattig. Probeer niet te huilen, challenge kan het zowat zijn. Dit is gewoon heel cute. Ja, dit is dan nog maar het begin, hè. Maar het wordt dadelijk steeds schattiger en steeds leuker. Kijk dan, aww. En iedereen ook zo blij? Aww. Maar voordat we verder gaan, vind je dit nou leuk? Denk je van, oh Mick, dit is ook wel eens leuk. In plaats van mensen die bijna doodgaan. Of meer liefde in de wereld. Doe even een duimpje omhoog en vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Elke dag komt er een nieuwe video op mijn kanaal. En zelfs in de maand december gaat er twee keer per dag een video komen. Mijn doel is om dit jaar nog de 450.000 abonnees te bereiken. En dat kan niet als jij niet nu abonneert. Doe het! Yeah! Laten we gelijk doorgaan naar de volgende video. En de volgende video is tijdens een kerstdiner. Dus deze man is al jaren weg en gaat zijn vrouw of zijn kinderen of zijn hond misschien verrassen op kerstdiner met zijn aanwezigheid. Kijk, kijk, kijk. Dit is dus tijdens de kerstdiner. En opeens komt hij binnen. En heel de familie, zijn moeder, alles. Iedereen schrikt van, huh? Wat doet hij er opeens? En ik weet niet, dit is gewoon... Kijk, zijn moeder, die is helemaal gechoqueerd. Aww. Dit is gewoon, ik weet niet, dit is zo leuk. Omhelz hem. Kom op, ja, goed zo. Ja, kijk dan. Tijdens een kerstdiner verrast hij de hele familie opeens dat hij er is. Dat hij tijdens kerst aanwezig is. En dat is toch leuk? Dat is toch... Aww. Tijdens een of andere voetbalwedstrijd. En volgens mij is zijn vriendin een cheerleader of zo. Ja, die gaat even zijn cheerleader vriendin verrassen. Of wie gaat die verrassen? Volgens mij wel, of niet? Volgens mij wel. Oh. Ja, hopsakee. Hij heeft een bloemetje alles meegenomen. Nou, dat is volgens mij niet de cheerleader. Daar heeft hij wel een beetje... Dat is jammer. Hij heeft net niet de cheerleader. Maar hij heeft wel zijn meisje verrast tijdens een voetbalwedstrijd. Dat had ze nooit zien aankomen. Oh, zo lief. Oké, deze is helemaal leuk. Want je ziet hier een doos. En ik ga hem nog niet verder spoelen. Maar ik denk dat er iemand in die doos zit. Het zal geen normaal cadeautje zijn. Ik denk dat jullie het al kunnen raden, ja. Deze vader gaat zijn kinderen verrassen dat hij er opeens is. Terwijl hij jarenlang op missie is geweest. Maar hij loopt niet normaal de deur uit. Nee, hij heeft zich verstopt in een cadeaudoos. Ja, dat is toch leuk? Dus die kinderen gaan die doos uitpakken en die krijgen dus hun vader. Nou, dan ben je pas echt verrast. Kijk dan. Vader, dit is toch schattig, jongens. Als je hart hier niet warm van wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dit is toch cute. Oh, dit is echt zo schattig. Oh my god. Ja... Ja, dit, ik weet niet, jongens. Ik vind het zo leuk om te zien. Dit maakt mij gewoon blij. Als ik zeg maar niet mijn dag heb en ik kijk hierna, dan ben ik gewoon gelijk blij. Je kan zeg maar je kan gewoon niet boos zijn als je dit ziet. Als je zeg maar ongelukkig en boos wordt door deze filmpjes te kijken, dan is er echt iets mis, hoor. Dit is zo schattig en zo hartverwarmend. Deze ook, tijdens kerst. Dat is gewoon, de vader is een kerstcadeau voor deze kinderen. Stel je voor dat je vader een kerstcadeau is. Dat is toch gewoon... What the fuck? Ja, dat is ook eigenlijk best wel zielig. Want dan zien ze hun vader bijna nooit. Maar dit is toch... Die kinderen gaan zo blij zijn. Die krijgen opeens hun vader als cadeau. Oh. Dit is toch cute? Dit is toch cute? Oh. Hij moet zichzelf nog even uit de doos scheuren. Dat is best wel ongemakkelijk. Stel je voor, je bent zo van verrassing. En je moet jezelf nog even uit de doos scheuren. En je moet nog even ja, oké, stap nu maar uit de doos. De andere kind die denkt, nee, ik ga mijn vader niet helpen. Die linkerkind denkt echt van, nee, ik ga mijn vader niet helpen. Aww. I like you. Weet je, dit is gewoon heel schattig. Hoe blij die kinderen zijn om hun vader weer eens te zien. Oké, wat gaat hier gebeuren? Oh, dit is weer een vader die zijn kinderen gaat verrassen. Maar hij doet het op een andere manier. Hij komt gewoon letterlijk de deur uitlopen uit het niets. Opeens is zijn vader er. Gewoon, stel je voor, je bent in je woonkamer chillen. Je hebt 2, 3 jaar je vader niet gezien. En oh, dit is zo schattig. En opeens komt je vader door de woonkamerdeur. Dat is toch cute. Dan schrik je toch ook een hoedje trouwens. Maar het is wel een leuke verrassing, gelukkig. Aww. Aww, zo schattig. Wat gaat hier gebeuren dan? In een soort McDonald's of zo. Ik weet niet wat het is. Maar een of andere fastfoodrestaurant. Gaat hij opeens... Wat? Is het zijn moeder? Opeens, wat besef je voor dat je gewoon aan het eten bent en dat je zoon, die je jaren niet gezien hebt, opeens naar je toe komt lopen?
Dan ben je toch... Ja, deze mensen zijn zo blij en gelukkig ermee. Dit is cute, ouwe. Dit is echt schattig. Dit is echt... echt dit, is, dit noem je nog eens een verrassing. Kijk dan. Hoe vaak heb ik wel niet in deze video gezegd? Waarschijnlijk heel vaak. Oké, we gaan gelijk door. Deze meneer of mevrouw, ik weet niet wie, maar iemand gaat verrast worden tijdens zijn werk. Ik denk die vrouw daar, of niet? Die vrouw heeft letterlijk niks in de gaten. Terwijl, denk ik, de man of de zoon al de hele tijd achterop staat. Nu heeft ze... ja, volgens mij is dat zijn vrouw. Ze had letterlijk echt gewoon... Nou, 5 of 6 minuten niks in de gaten. Terwijl die gewoon al de hele tijd erachter stond. Zo lief. Oké, wat gaat hier gebeuren? Oh, hij gaat zijn kinderen gewoon verrassen. Hij verrast zijn kinderen gewoon tijdens de school. Dus je bent gewoon les aan het geven. Je hebt je vader al bijna een paar jaar niet gezien. En opeens tijdens de les komt je vader opeens vinden. Ik weet niet. Het is gewoon te schattig. Ik heb er bijna geen woorden meer voor. Het is gewoon te schattig voor woorden. En we gaan gelijk door naar de volgende. Want we hebben nu moeders die verrast zijn geworden. We hebben nu kinderen gehad die verrast zijn geworden. We hebben nu vrouwen van zeg maar de vriendinnen die verrast zijn geworden. Maar er is natuurlijk nog iemand die verrast kan worden. En dat zijn dieren. Want wat krijg je nou als je bijvoorbeeld opeens je baasje een paar jaar niet ziet? Misschien heb jij wel een hond of een kat of iets in die richting. En die heb je 5, 6 jaar opgevoed. Nou, stel je voor, je bent opeens 2 jaar weg. Je hond of zo ziet jou 2 jaar niet meer. Geloof me, zelfs die honden zijn super blij na 2 jaar om je dan weer eens te zien. En laten we gaan kijken. Deze honden reageren zo blij. Kijk dan. Deze honden hebben dus waarschijnlijk al 2, 3 jaar hun baasje niet meer gezien. En opeens zien ze hun baasje meer. En ik weet niet, de vreugde van die honden vind ik nog schattiger dan van de mensen. Ik weet niet waarom. Deze honden, like, je kan nou niet glimlachend naar dit schermpje kijken. Dit is toch, dit is... Ja, ik like dit. Als ik deze video keek, dan zou ik een duimpje omhoog geven. Dit is zo schattig. Of hier weer een dochter tijdens school. En ja, de vader zit al de hele tijd achter hem. Achter haar, sorry. De vader zit al de hele tijd achter haar. En hij keek ook eerst van, dat is mijn vader. Wacht eens even, dat is mijn vader. Besef. Dit meisje heeft waarschijnlijk al een jaar niet meer de vader gezien. En hier nog één tijdens school. Hier, hoppakee, tweede kind. Zo cute. Zo fucking cute. Dit is gewoon te cute, zeg maar. Ik weet niet waarom, maar dit is te cute. Ik kan er niet tegen. Dit is te cute. We stoppen met deze video. Ja, dit waren dus soldaten die thuis kwamen na een lange tijd dat ze weg waren. En hun familieleden, hun vriendin, hun honden zelfs verrast. Ik hoop dat dit even een beetje wat liefde heeft gegeven voor jou vandaag. Dat even je hart even was van, dit is zo schattig. Dus dames en heren, wees altijd lief en dankbaar voor alle mensen om je heen. Want ze kunnen zo een paar jaar uit je leven verdwijnen. En dan pas ga je beseffen hoe erg je diegene gaat missen. En als je dan diegene weer ziet, dan heb je precies hetzelfde als deze man. Oké, laten we nu weer even een beetje cool en stoer doen. Ja, motherfuckers. Dus doe even een duimpje omhoog, jongen. Bam! Nee, grapje. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vinden. Dit is een keer een andere video dan normaal. Ik weet niet hoe jullie dit vinden. Normaal reageren we namelijk op mensen die bijna doodgaan. Dit is wel een beetje tegenovergesteld. Maar ik vind het ook een keer leuk om te maken. Ik vind het gewoon heel schattig om te zien. Dus ik hoop dat jij het ook leuk vond. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het vaker wilt zien. Dat kan natuurlijk. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Mick. En ik zeg Mick out.